Het is een gedenkwaardig jaar voor de stripverhalen uit Rotterdam. Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat de eerste krantenstrip in Nederland verscheen. Van Henk Bakker, een Rotterdamse tekenaar. En die verscheen in oktober 1921 in het Rotterdams Nieuwsblad. Dus ter ere daarvan is het ook de ondertitel van ons boek 100 jaar strips in Rotterdam. Want Rotterdams striptekenaar Robert van der Kroft is bezig met een boek over Rotterdam stripstad. In eerste instantie hadden we iets van, het wordt bijna een soort encyclopedie, maar dat klinkt wel heel erg saai. het wordt een heel leuk boek met ook leuke anekdotes over Rotterdam. En natuurlijk stripverhalen die zich afspelen in Rotterdam. Dat zijn natuurlijk herkenbare plekken. Als je de wat oudere strips, zoals Agent 327 in de 60e jaren, dan zie je nog het torentje van Blijdorp. Maar ook nieuwere dingen natuurlijk, nieuwere strips in nieuwere uitingen, zoals de Erasmusbrug en de Euromast en het Centraal Station. Je kunt eigenlijk de hele stad terugvinden. Maar er kan nog meer bij. Dus een oproep aan alle stripliefhebbers. Van nieuwere strips die hebben we best wel veel gevonden, maar van oude strips nog niet. We hebben één strip gevonden die zich voor de Tweede Wereldoorlog afspeelt, die op de oude Kroonsingel zich afspeelt bij Hex, heette dat, Rutex Hex. Nou, dat soort oude dingen die kunnen we niet vinden, niet veel vinden. Dus mochten er mensen zijn die op zolder nog een oude strip hebben liggen, meld het even bij Rijnmond en dan komt het vanzelf bij ons.